Goeiedag. Ja, een bewolkt weerbeeld hier achter mij. De lente die begon heel zacht op de 20e. Maar inmiddels is het toch duidelijk wat minder zacht. En het komend weekeinde ziet het er ook heel wisselvallig uit. Een dip dus in dat lenteweer. Maar is dat tijdelijk of wordt het een lange dip? We gaan in de 30-daagse eens vooruitkijken. En we pakken de weerkaarten op zondagmiddag. Dan hebben we te maken met een lage drukgebied boven Denemarken. En daarbij een west-noordwestelijke stroming over ons land. En dat betekent buien. Zaterdag, zondag hebben we te maken met flink wat buien. Maar vanaf maandag komt er een uitloper van een hoge drukgebied. En dat zorgt dan voor rustige weer. Wat interessant is, is dit lage drukgebied. Wat zich gaat opbouwen zo'n beetje ten westen van Frankrijk, boven de oceaan. Een krachtig lage drukgebied. Wat vrijwel de hele weerkaart aan het bestrijken is in de loop van de week. En daaromheen dus storingen, maar ook over het algemeen een wat zuidelijkere, zuidoostelijkere stroming. En daarin wordt dan vrij zachte lucht aangevoerd. En volgend weekeinde zal de temperatuur echt wel een stuk hoger zijn als we dus te maken hebben met die zuid- tot zuidoostelijke stroming boven ons land. Ja, en dat lage drukgebied, het lijkt erop dat dat voorlopig toch nog ver genoeg west van ons blijft om echt het weerbeeld bij ons te gaan bepalen. Behalve dan dat we te maken hebben met die zachtere lucht die vanuit het zuiden komt opzetten. Laten we eens naar de pluim gaan kijken voor de komende 2 weken. En dan zien we dat we dit weekend inderdaad met die lage temperaturen hebben te maken, maar dat dan geleidelijk aan die temperatuur omhoog gaan. En het paasweekeinde, dat laat toch wel uitschieters zien boven de 15 graden. Er zijn zelfs wat members in de pluim, zoals we dat noemen, die rond de 20 graden zitten. Daarachter dan wel weer wat lagere temperatuur. En wat de neerslagkansen betreft, dat kunnen we hier ook mooi opzien. Zaterdag en zondag grote kans op neerslag. Heeft alles te maken met die buien die overtrekken. Maandag en dinsdag dan vrijwel droge dagen. En daarna neemt die kans op neerslag toch echt wel weer wat toe. En dat heeft alles te maken met die storingen die langs dat lage drukgebied van tijd tot tijd over ons land kunnen trekken. Dat kan af en toe een buienstoring zijn. En dan valt er weer wat regen. De kaarten dan. Dit is de luchtdrukafwijking voor komende week. Om even aan te geven dat lage drukgebied wat zich ten westen van Frankrijk gaat nestelen. Een krachtig lage drukgebied. De afwijking is ook behoorlijk tussen de min 20 en min 40. En dit zorgt dan voor die zuidelijke stroming. We zien in het noorden meer die hoge druk invloeden. Gaan we naar de temperaturen kijken, dan zien we ook dat de meest warme lucht boven Centraal-Europa ligt. Maar in heel Europa kunnen we vrijwel spreken van warmer weer. Ook in Nederland komt de temperatuur wat hoger uit dan gebruikelijk zo voor het einde van maart en begin april. Dan nemen we een stapje naar 1 april, 8 april. En dan zien we in die week dat die luchtdrukafwijking nog steeds wel wat lager is ten zuiden van Nederland. Die kern met dat lage drukgebied, dat lijkt wat meer de oceaan op te gaan trekken. En hoge drukinvloeden lijken juist wat groter te gaan worden in het noordelijk deel van Europa. En daardoor hebben wij nog steeds te maken met een oost-zuidoostelijke stroming. En zie ik niet echt veel extremiteiten in het weer. Dit lijkt een vrij rustige weerweek te gaan worden, die ook overwegend droog gaat verlopen als je deze kaarten mag interpreteren op de manier zoals ik dat doe. De week daarna sla ik even over. Wat ik eigenlijk wil laten zien als we naar de week van 22 naar 29 april gaan, dat er niet zoveel meer verandert in die luchtdrukafwijking. Nog steeds wat lagere druk in het zuiden en de hogere druk in het noorden. En dit zou nog steeds kunnen resulteren in een vrij rustig weerbeeld. Maar ja, die afwijkingen zijn minimaal. Het kan ook gewoon weer een west-zuidwest-circulatie uiteindelijk gaan worden, waardoor er weer kans is op neerslag die vanuit het zuidwesten komt opzetten. Temperatuurprofiel voor 22 tot 29 april. Hiermee wil ik aangeven dat er geen koude signalen zijn, want die weken daartussenin is het over het algemeen toch ook allemaal iets wat rood boven Nederland. Met andere woorden, een lichte afwijking van de temperatuur. En dat betekent dat de temperatuur dan wat hoger is dan gebruikelijk. Wat zijn die temperaturen dan zo'n beetje aan begin april en eind april? Nou, dan gaan we van 12, 13 graden naar de 16 graden toe als maximumtemperaturen. En de minimumtemperaturen die zitten zo tussen de 4 en de 7 graden naarmate de maand vordert. Daar zitten we dus wat boven. Ik kan u ook iets over de neerslag vertellen. April is altijd een opvallende maand als je dat klimatologisch bekijkt. Het is de droogste maand die wij kennen in het jaar met een gemiddelde neerslaghoeveelheid van 40 tot 50 millimeter. Hier zien we dat mooi in de kaart. Opvallend, in het zuiden van Limburg valt in een gemiddelde aprilmaand net eventjes wat meer.
Dan pak ik er een neerslagkaart bij voor 1 april tot 8 april. Nou, dat past helemaal in het beeld dat we ook net zagen. Het is een drogere maand en deze week die lijkt ook dan weer wat droger te gaan verlopen. Komende week kan er nog wel wat neerslag vallen, maar die week daarop lijkt dan echt wat droger te zijn. En ik heb maar 1 kaart gepakt, want al die kaarten laten datzelfde beeld zien, ook dieper in april. Waardoor april wat dat betreft zijn naam eer lijkt aan te gaan doen als een van de droogste maanden van het jaar. Samengevat, nou, ik vind dat die eerste 2 weken vrij duidelijk zijn in de weerkaarten. Duidelijk wat zachter weer. Ook een vrij droog weerbeeld zie ik terug in de weerkaarten. En wat me ook opvalt is dat er helemaal geen extreme te zien zijn. Het is allemaal erg vlak wat er gaat gebeuren. Dat is ook direct het risico. Want als je een vlakke drukverdeling hebt, dan kan het op een gegeven moment alle kanten op gaan. Zeker als je verder op termijn gaat kijken. En kan het weer dus weer gaan omslaan. In ieder geval lijkt april vrij rustig te gaan verlopen. Nog een fijne dag.